Hallo. Ga Maarten niet filmen, hè? Wat zeg je? Je gaat Maarten niet filmen. Ja, hangt vanaf waar je gaat staan. Ja, als je niet naar binnen springt, daar is staat, dan kom je op de film, ja. Mag ik de basis was, alsjeblieft? Ik heb net de buitenkant van deze auto gezien. Ja, binnen. Oh, dit is geweldig. Ze hebben ook Titan Polish. Ja. Kunnen ze reuzenpolen. Die heette Fip Wash, heette die. Maar nu is het Titan. Oh, wat goed zeg. Ja. Ik dacht dat Titan een merk condooms was. Misschien kijk ik te veel internet. Wat was dat nou ook alweer? Dat waren... Trojans. Oh ja, dat waren inderdaad. Android devices. Die hebben allemaal de naam van condooms. Alsjeblieft, je bonnetje. Yo, dankjewel. Oké. Nou, van condooms. Zou wel je raam dicht doen. Zoiets was het. Dat is ook mijn tip. Oh, hij gaat niet meer dicht. Ja. Oh jee. Heb ik veel. Ja. Maar goed, we zijn eruit. Het businessmodel van het internet is toch wel vaak advertising. De mensen willen nergens voor betalen. Ja. En content maken wordt leuker en spannender als je meer uitdagingen krijgt. En een boodschap van adverteerder erin verwerken is zo'n uitdaging. True, ja, absoluut, ja. Ja. Ik had wel wat kritischere vragen verwacht eigenlijk. Ja, nee, maar dit is ook niet echt het Jeroen-vraaguurtje. Het is misschien nog niet opgevallen. De politie die heeft er ook een mening over. Ja. Nee, maar dat je zoiets had van ja, maar dat businessmodel, kunnen we het daar eens over hebben? Nou... Ja, ik was echt letterlijk ook heel erg nieuwsgierig naar hoe adverteerders of mensen die dus adverteren zichzelf daarin zien. Dus we weten wat contentmakers eruit kunnen halen. We weten dat toch een soort van, het is geen kansspel, maar het is wel een cijfersspel. Mm-hmm. Het adverteren. Je bereikt lang niet iedereen of eigenlijk bijna niemand. En nou goed, daar betaal je dan voor. Tenzij je precies wat je zegt, heel erg relevant bent. Ja. En dat laatste, ja, daar ontbreekt het dan soms in. Nou, dat is een beetje inderdaad afhankelijk van de manier en de vorm die je kiest. Ik kan een mooi voorbeeld geven. We hebben onlangs het een en ander gedaan voor hygiënisch damesverband. Dat kan je ook wel incontinentieslips kunnen noemen. Is het ook echt goed voor de audio of maakt het allemaal niet uit? Als het heel luid wordt, dan is het ook luid op de opname. Ah, oké. Goed, microfoons pakken alles op. Ja, ja precies. Ja. Ja, maar er zijn bij dat soort producten, dat is niet zo makkelijk om een banneradvertentie te maken voor incontinentieslips, ja. Waar dan heel veel interactie op komt. Dus dan is een adverteerder, ja, is toch net wat lastiger om daar succesvol voor te zijn dan wanneer je een makkelijk product hebt. Wat mensen ook leuk vinden, zoals een nieuwe auto. Ja. Daar klikken mensen makkelijk en graag op. Maar weet je, op het moment dat je met een partij gaat praten die zoiets verkoopt, die weten vaak enorm veel over de mensen die dat gebruiken. De mensen die dat bezighoudt en hoe ze daarmee omgaan. Ja. Als je dat vervolgens gebruikt om een verhaal neer te zetten waarbij je daar op inspeelt. Bijvoorbeeld dingen bespreekbaar maakt. Incontinentieslips wist ik niet. Worden vooral gebruikt door vrouwen die net zwanger geweest zijn. 1 op de 3 vrouwen krijgt daarna last van urineverlies en heeft dan een probleem. Ja. En dan ben je dus een leuk meisje van, nou, pak een beet, 25, 35 jaar, ergens daartussenin. En dan heb je ineens zo'n stigmatiserende pak van een bepaald merk onder je arm. Dat is best wel heel moeilijk. Durf je daar met vriendinnen over te praten of met je moeder? Hoe ga je daarmee om? Hoe lang duurt dat? Moet je ervoor naar de dokter? Het klinkt zo als je pakt er bijna aan alsof je de campagne zelf aan het ontwerpen bent, of niet? Nou, nee, maar wat we dus gedaan hebben, is met die mensen praten en gevraagd van oké, wat speelt er dan daarbij? En we hebben daar aan een serie artikelen over geplaatst van goh, hoe ga je daarmee om? Hoe maak je dat bespreekbaar? En wat kun je eraan doen? En in dat omveld van die artikelen, die daadwerkelijk waarde hadden voor de mensen die daar... Die daar tijd aan besteed hebben, dat konden we zien aan hoe lang ze op die pagina bleven om daar naar te kijken. Mm-hmm. Hebben we vervolgens ook gewoon een hele simpele en standaard advertentie gezet van het merk wat dat sponsorde. En die advertentie wordt vervolgens 4 keer zo goed aangeklikt als wanneer je dat uit de context doet. Het was volkomen duidelijk dat het gesponsorde content was, maar het ging over een ding wat echt wel voor een relevant hoeveelheid mensen speelt. Ja. En er staat een advertentie naast. Meet je dan dat het heel erg aanspreekt? Of meet je dan dat mensen ook echt waarde eruit halen? Nou,
de persoonlijke beleving kan je natuurlijk niet meten, maar je kan alleen maar kijken naar omgevingsfactoren, zoals hoe lang kijken mensen, wordt die eventueel doorgestuurd aan deze of gene, en reageren mensen op de inhoud of plaatsen ze door op sociale media. Ja. Dat zijn allemaal wel tekenen van engagement, om een mooi Nederlands woord te gebruiken. We zetten straks een tellertje, elke keer dat Jeroen om maar een mooi Nederlands woord te krijgen. Krijg jij er een deuk bij. Ja. Dus ja, ik denk wel dat dat soort dingen, weet je, en dat is ook een moeilijker verhaal om te vertellen in een banner, maar daar kan je wel degelijk waarde voor mens en adverteren uithalen. Ja. Ja. Dus dan is het een business model dat werkt. Daar gingen we.